Ben je mooi? Ja, zoals jullie kunnen zien zitten we lekker in de auto. Ja, helemaal top. Ja, een hele goedemorgen bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karen Stelman van de Werf. Mijn man die heet Roderick Stelman van de Werf. Mocht je nieuw zijn op ons YouTube kanaal, dan weet je gelijk wie we zijn. Ja, het is vandaag alweer maandag 29 juni. Het is nu 11:50. Ik ben al een tijdje wakker. Maar ik was even een spelletje aan het doen. Ik denk, oh ja, vlog even openen. Dus ja. Roderick is aan het werk. En ik ga zijn hondjes doen, eten. En dan ga ik ook weer even lekker de hort op. En dan wens ik jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Nou, daar de dames. Ja, zij ook. Ik loop nou lekker. Ja, met hun lekker buiten. Joehoe. Nou, ik loop dus nou lekker buiten met de dames los, wijfie. Goed zo, keurig meisje. Ja, keurig hoor. Ja. Lieve schat, kom je van deze kant, leed deze kant op? Goed zo, wij figuren hoor. Goed zo, wat zijn ze braaf. Lekker bezig. En jij gaat er zeker overheen? Plasje doen? Ja, dat dacht ik al. Lekker met elkaar praten. Ja. Dames, gaan jullie mee? Oh ja, hoe? Wat, ja, oké, ook handig. Gaat zij er weer overheen? Niet? Oké, best. Dan niet. Mooi. Ook geen probleem hoor. Nee hoor. Dit is heel handig. Zij trekt nu, zij niet en zij loopt helemaal aan die kant. Ja, wat is handig. Nou, om niet te trekken. Lieve schatjes. Leid, ga je van deze kant staan lopen wij vier. Kom. Kom, deze kant schat, deze kant op. Goed zo. Even zo'n broodje maken voordat ik weer de hort op ga. Even kijken wat ik ga eten. Sowieso twee bolletjes, denk ik, met lekker pindakaas. Daar heb ik gewoon zin in. Ja, nou, dan ga ik dat maar lekker doen ook. Hè? Ja, als je daar zin in hebt, moet je dat doen, zegt Roderick altijd. Als je, dan moet je dat gewoon doen. Nou, dan ga ik dat gewoon lekker doen. Yep. Nou. Dat ligt er weer bij. Hartstikke mooi. Top. Boter erbij. Deze eten. Op een boterhammetje. En dan straks op tv. Blijf. Storm. In Zoemen. Hi, oh. Storm. Ja, ben je mooi? Ja, Storm, ben je mooi, hè? Ja. Nee, Storm. Storm. Hi, kind. Hey, jij bent lief. Hij weet precies waar jullie voordeel is, hè? Ja.
Hi kind. En nou kom je ook eens een keertje in de vlog terecht. Hey. Weet je wie dat hier bij de honden uit had? Heb jij Storm gezien? Heb jij Storm gezien dan net? Ja. Hi. Hey. 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 Hoe vond je de buurvrouw net eventjes? Gezellig, leuk. Ja, leuk hè? Ja. En voor de kinderen ook leuk hè? Ja, tuurlijk. Want wat gebeurde er? Vertel. Nou, ze kwam even aan met het verhaal dat de hond was verdwenen. Ja. En een heel verhaal omheen. Ja. Om het kort te maken, de hond wist de weg naar huis te vinden. Uh-huh. Dus vond het niet leuk om uitgelaten te worden door iemand anders. Nee. Dus Mastodokies, ik ga lekker naar huis. En maar wat vroeg ze aan ons? En ons vroeg ze wanneer we weer een keertje lang. Wanneer we ga je ermee praten? Sinds wanneer? Sinds wanneer ga jij weer meepraten? Dat is leuk hè? Meepraten, ja. Maar oké, ja? En vroeg dus aan ons wanneer we. Ja? En mag de baas nog even zijn gesprek afmaken? Ja? Oké, mooi. Niet. Mooi. Dus, ze vroeg aan ons, niet aan jou, nee, aan ons, wanneer we vlogles kwamen geven. Mm-hmm. Ze zei van nou, als alles goed. Ja, vlogles, ja. Nou, ga maar gewoon door, schat. Dus wanneer we vlogles kwamen geven. Ja. Ze zei van nou, we kunnen ook een keertje gewoon langskomen in de vakantie, dan doen we de school open. Nou, je hebt een speciale vlog. Ja, oké. Okay. En toen kwam jij met het idee van, nou, dan gaan we gewoon op schoolplein. Dat is coronavrij. Dat is mooi. Ja. Helemaal goed. Dus dan moeten we even binnenkort ook dan maar even gaan doen, nog voor de schoolvakantie dan. Precies, heel goed. Als een keer op een woensdag of zo. Een woensdag. Dus jij niet hoeft te werken. Ja, is dan een woensdag. Hoef ik nog niet te werken? Jawel. Ja, en tot 11 uur. Ja, dan moet je. Tot half drie. Vrijdag heb je ook school. Moeten we even volgende week even kijken. Anders komt goed. Donderdag heb ik ochtenddienst. Ja, maar ik moet ook wat anders doen. Ja. Van 2:30 tot. Ja, dan hebben we van 11:30 tot 2, zeg maar. Ja, maar ik weet niet waar de school zit. Ik ook niet. Ergens in Oostgeest of zo, dacht ik. Dat is uit de buurt, ja. Ja, dat bedoel ik dus. Dat gaan we niet op tijd redden. Niet op tijd redden om dan heen en terug te komen. Jou ook nog. Nee. Maar oké, maakt niet uit. Beschuitjes van Bolletje. Misschien, by the way. Nou, waar zijn we? In de Jumbo. Waar anders? Nee, daar worden we niet voor gesponsord. Nee. Was het maar eens een keertje zo dat we ervoor gesponsord werden. Dat zou helemaal geweldig zijn. Ja, alleen ik mag geen klanten erop doen. Alleen mezelf. Joehoe. Doe lekker twee flesjes, jongens. Of één. Twee. Ik ga gewoon lekker twee doen. Na het stikke idee. Als er dan ook even deze kant op komt. Dat is wel heel fijn deze. Zo. Het is een beetje zwaar. Kijk. Nee, dat gaat het niet worden. Zo. Weet nou niet waar mijn mannetje is, maar oké. Als het kletter, de kletter, de kletter wordt, dan weet ik het. Dat ben ik. Lieve schat, waar ben je? Lief! Ik wil een beetje rennen, want het wordt zwaar onder me. Wat een beetje zwaar. Hey, tjoe. Zo. Hè? Het is pijn aan mijn handjes. Wat? Wat? Ik zocht de aandoen even, maar ze hebben alleen maar trokken op. Nee, dat is hier ergens, schat. Dat is niet. Jij zit dan net op een verkeerde pad te kijken. Dat is niet die, je moet deze. Nee, kijken. Nee. Ik ga nou zelf uit. Even denken. Geen idee.
Nee, niet hier. Hey. Waar is ze dan gebleven dan? Ja, je hebt een hele goeie. Nou, ik ga even kijken. Ja, zoals jullie kunnen zien zitten we lekker in de auto. Ja, helemaal top. Maar, zoals jullie ook hebben kunnen zien, zijn we dus bij Jumbo geweest. Bij Voetmarkt Jumbo. Ja, in Leidschendam. Dus Leidsche Hagen. Dus de Mall of the Netherlands, om het zo maar te zeggen. Ja. En ik heb het al een beetje doorgeschemerd naar een aantal medewerkers. Maar voor degene die ons volgt van de medewerkers. Voor iedereen die daar werkt bij de Jumbo. Een dikke vette shout-out naar jullie. Echt wat jullie doen qua klantvriendelijkheid, et cetera. Helemaal top. Ja mensen. Lieve vrienden, familie, kennissen, wat dan ook. Ik vind het allemaal best. Rodig, ik is al met de hondjes lopen. Het is al bijna 10:10. Ik ga zo lekker mijn bedje in. Nog een boekje lezen, als mijn ogen ze toelaten. Dan wens ik jullie ook, wanneer je dit maar ziet, wel terugsten of een hele fijne dag. En mocht je deze vlog dan leuk vinden, zou ik zeggen, abonneer even hier. Doe het belletje ook gelijk hier aan. Als je dan toch bezig bent, doe dan gelijk het duimpje omhoog. En laat een leuke reactie achter. Dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei doei.